De brandstofprijzen zijn omhoog gegaan. De huren zijn omhoog gegaan. Sorry, als ik met mijn boodschappenkarretje rijd, en ik denk dat alle Nederlanders dit herkennen, die boodschappen zijn gewoon duurder geworden. De kettingreactie van hogere prijzen, stijgende inflatie en hogere rente zal leiden tot minder koopkracht. Iedereen die nu kijkt, denkt, ja, mooi verhaal, Rutte, koopkrachtplaatje. Ik zie het gewoon zelf. En ik zie dat ik minder overhoud. Burgers gaan erop achteruit, want de correctie die het kabinet in petto heeft, zal onvoldoende blijken. Heel eenvoudig. Er gaan dus mensen gewoon door die energieprijs, door die gasprijs, die verhoging daarvan, gaan ze het gewoon niet meer redden. Ik lees een document met veel cijfers en statistieken, waarvoor overigens dank. Maar ik mis de belangrijkste omgevingsfactor, de stijgende inflatie. Deze steeg vorige maand met 7,6%. Ik kan me persoonlijk de inflatiegolven in de jaren 70 goed herinneren. Gewone burgers waren de dupe. De koopkracht boerde achteruit. Want inflatie is de dief van de gewone man. Er is voor het kabinet dus werk aan de winkel. En Ja 21 heeft een paar voorstellen. Ten eerste betreft de btw en accijnzen op benzine en diesel. Onder de kabinet Rutte werd de btw 2 maal verhoogd. 60% van wat de Nederlanders aan de pomp betaalt vloeit rechtstreeks terug in de staatskas. Nu komen bij die torenhoge belastingen ook exploderende brandstofprijzen. Natuurlijk verergert de oorlog in Oekraïne deze trend des te meer. Maar we moeten niet vergeten dat Nederland al voor de oorlog in Oekraïne de duurste benzineprijs had ter wereld na Hongkong. Voorzitter, het kabinet treft een serie verlagingen vanaf 1 april, al komen deze wat aan de late kant. In België zijn echte brandstofbelastingen verlaagd. Duitsland werkt met een maximumprijs van 2 euro per liter. Mijn vraag aan het kabinet, waarom treft het Nederlands kabinet niet dezelfde maatregelen? Wat Ja 21 betreft gaat het kabinet zich toeleggen op het compenseren van burgers. Zo snel mogelijk de btw op energie en brandstof verlagen naar 0%. En alle extra inkomsten uit btw voor de staat dit jaar te gebruiken voor lastenverlichting van burgers.